Ja, het zou de perfecte naam zijn om ja, twee café-uitbaters aan te kondigen bij Tim en Tom. Maar ja, het zijn twee voetballers, misschien twee toekomstige kampioenenmakers van Atlas Linter, wie weet. Ja, Tim, jij bent de. Ik ben de doelman. En je speelt hier al hoeveel jaar? Dat is nu, ik ga nu mijn derde seizoen in. Wat maakt het hier zo fijn in Atlas? Atlas, wat maakt die zo fijn? Atlas is een groep, allemaal kameraden. Op het plein kan het misschien soms wel eens botsen, maar na de match is dat direct vergeten. En een derde helft is altijd heel plezant hier. Meer kan ik er niet over zeggen eigenlijk. Dus een derde helft houdt hij eigenlijk al 3 jaar in Atlas. Ja, want ik dacht eigenlijk oorspronkelijk maar 1 jaartje te blijven nadat ik gezakt was, maar eigenlijk ben ik hier nooit niet weggeraakt. Dus, Ik hoorde al van een trainer dat dat het grote probleem is. Je raakt in Atlas wel binnen, maar je raakt er niet meer buiten. mijn vrouw hoort dat niet graag, maar dat is soms wel zo, ja. Ja, dan kom ik bij middenvelder Tom. Hallo. Hoeveel jaar speelt Tom hier al? Dat is mijn derde seizoen hier. En wat maakt het voor u hier zo fijn in Atlas? Hetzelfde wat Tim zegt, hè. Ja, eens dat je hier binnenkomt, raakt je hier niet meer weg. Ja, dat is wel waar, ja. Ja, jij bent dan een van de meer ervaren mannen, of de mannen die op een hoger niveau ook gespeeld heeft. Ik heb vroeger altijd in landen gespeeld. Tussendoor 1 jaar in Jeuk, samen met Tim nog. En dan heeft Kari mij naar hier gelokt. En met wat heeft hij dat gedaan? Mijn broer speelt hier ook. Ik heb samen nog bij Kari gespeeld vroeger in de jeugd bij Drieslinder. En Omer was toen mijn trainer nog. Omer zit hier ook in het bestuur. En ja, daarom dus. Ja, wat mogen we eigenlijk komend seizoen verwachten van jullie ploeg? We hebben maar één doelstelling, dat is de titel. We moeten daar geen doekjes om winden. Elke andere positie, dat zou gewoon een teleurstelling zijn. Dus wij gaan vol voor de titel. En hoe gaan jullie dat realiseren? We hebben vooral in de breedte versterkt dit jaar. Dat was toch wel nodig. Daar wrong het schoentje wel voor, de 2 vorige seizoenen. Dus eens dat winter was, was de helft van de ploeg nog maar aanwezig. En ja, daarom hebben we vooral in de breedte versterkt. En dat hebben ze goed gedaan. Bijvoorbeeld Simon van Gucht achteraan aangetrokken. Christophe Crabbé. Dat zijn wel mannen waar je kunt op vertrouwen. Ja, je moet nu niet te fel overdrijven, want die mannen luisteren mee. Ja, dat is niet goed voor tegen, hoor. Ja, zo zijn ze wel. Ja. Het zijn mannen die achter de schermen, ja, maar om voor de micro te komen, zijn ze wel nog een beetje te plat. Maar dat gaan ze hier nog wel leren. Ja. Ja. Ja, dat komt in het seizoen, als we nog een keer langskomen, wel in orde. Ja, jij hebt als keeper het beste overzicht over de spelers op het veld. Die nieuwkomers, wat brengen die al bij? Ik denk veel. Ik heb al jaren met Simon gespeeld, dus ik heb wel vertrouwen in hem. Ook met Jappie, Jasper Hendricks, daar verwacht ik ook wel heel veel van. Ik heb met Geoffrey Parijs nu 2 matches zien spelen. Dan misten wij ook wel dat type vooraan, de balken kan bijhouden en zo. Dus ik denk dat dat ook wel heel positief is. Dus ik denk wel dat we, ik denk dat we goed zitten. Ik denk dat het moet het jaar worden. En, ja. Van wie komt de concurrentie dan komend seizoen? Van Jari. Ja, in doel, maar in de competitie. Ik denk ja, Bunge sowieso. En als ik dan zo'n beetje de interviews gehoord heb, denk ik eigenlijk dat het een zware reeks gaat worden. Want er zijn 4, 5 ploegen dat ik gehoord heb die top 3 willen spelen. Dus ja, ik verwacht heel veel van die ploegen. Maar ik denk dat vooral Bunge, dat we die in het oog moeten houden. En wie gaat verrassen? Verrassen, ik denk. Nee, ik ben daar zeker van Vissenaken. Omdat zij hun eerste ploeg gaat trapje hoger spelen. En die B-ploeg, ik ken die trainer goed nu wel. Maar die gaat die mannen wel klaarstomen. Ik denk 2 jaar geleden stonden zij het eerste jaar bij een B-ploeg voor laatste. Vorig jaar stonden zij zojuist top 8. Ja, die gaan sowieso verrassen dit jaar. En wat mogen we verwachten van uw collega, de doelman? Late donderdagen, sowieso. Nee, wat Tim is iemand, daar kun je op tellen. Dat is de beste keeper hier in omstreken, sowieso. Ja.
Ja, dat is, hij heeft veel lof over voor zijn doelman. En ja, wat de doelman zelf betreft, uw middenvelder, kan die er iets van? Dat is wederzijds. Dat is ook trouwens onze topschutter voor het moment. Als ik, want jij vraagt altijd wie zou ik de gouden schoen geven. Wel, ik zou hem dan Tom Max geven. Die jongen die heeft inzicht, die heeft mentaliteit, die heeft vista, die heeft scorend vermogen. Die jongen heeft alles. Ja, en ze schuiven hier allemaal in de reeks Martin Szymski naar voren. Dus ja, nu doet je eigenlijk een andere ploegmaat tekort. Ik zei het net, als hem fit kan blijven is het Maarten. Maar dat is een beetje misschien het probleem. Dus ik stel Tom voor. Ja. Dan een laatste vraagje. Ja, de persoonlijke ambitie van Tom, hoe ver reikt die nog? De persoonlijke ambitie is sowieso dit jaar meestrijden voor de titel. En als dat zou lukken, zou ik er misschien nog een jaartje aan bijbreien, maar anders stopt het wel, ja, na dit seizoen. Ja, en dan de keeper, een heel seizoen zonder tegengoal? Nee, dat niet, maar ik zou toch het liefst het minste tegendoelpunt hebben van de reeks, maar vooral de titel telt eigenlijk, dus het persoonlijk belang is ondergeschikt. Oké, jongens, veel succes komend seizoen en ja, we zijn benieuwd of jullie slagen in het opzet.